Oké, Bas. Kun je dat nog één keer herhalen, want we zijn nou ook bij YouTube. Nou, als je een volledige set legendarische birds weggeeft, doe dat wanneer je weer een Eevee vindt. Oké, hoi YouTube. Ik word net op mijn vingers getikt door mijn baas. Eigenlijk had je dat gewoon met de Paul van Gorkum stem moeten doen. Met de Paul van Gorkum stem? Serieus? Ja, tuurlijk. Ik bel Paul van Gorkum even. Paul, kan ik heel eventjes dit zeggen? Serieus, Robin? Nou, dat gaat de laatste tijd moeilijk. Nou, dat gaat de laatste tijd niet moeilijk, maar... Zoiets doe je niet. In ieder geval, we gaan dus de gym doen. Blijkbaar. Trouwens, hoi YouTube. Wil je dit vaker doen, Zeep? Ik doe mijn best. Trouwens, codes die kunnen maar tot en met 30 september gebruikt worden, dus... Als je een code wint, zorg ervoor dat je wel voor die datum... Just be quick. Ah, maar ik wil mijn Pokémon niet in de Pokéballs. Ik bedoel, Glaceon die houdt van smelten. Dat was eigenlijk best wel duister. Wat nou als je een Pikachu hebt? Die mag ook niet rondlopen. Oké, onze eerste Battle versus Dragons. Geloof je het zelf? Ik ga lachen als Claire nog echt een dragon heeft. Nou, hier hebben we al een golem. Dat is geen dragon. Nou ja, Icy Wind is dan super effectief. Dat is wel waar. It's super effective! Uh-oh, hey. Earthquake. Ik haat Earthquake. Ik hou niet van Earthquake. Lieve lava. Frostwater, blijf jij maar heel eventjes mooi op de achtergrond. Aquarion, ga jij maar. Aquarion, ik kies jou. Nou, als het goed is, is die wel een beetje resistent tegen earthquakes. Bedoel, die heeft een hoge dief. Critical hit. Nee, dat is geen critical hit. Jeez, wees een golem sterk met earthquake. Je moet een beetje trainen, Zeep. Ja, je... Goh, meen je het? Een klein beetje maar. Daarom gaan we ook naar de gym. Om te trainen. Torterra. Dat is veel grond volgens mij. Nee. Gras... Oh, grasgrond. Ja. Dat is de tweede evolutie van de... generatie 4 grasstarter. Dan hebben wij een issue. Ik bedoel, dan zou ijs heel erg goed zijn, maar... dit gaat pijn... Oh, die gaat ook al een earthquake! Waarom? Wat is dit, de ground-type gym? Wat? Kijk nu in de chat. Eentje heeft zijn naam... Krabbycar. Dat... Serieus, dat je een hele Twitch-naam gaat maken... Mag ik hem een time-out geven voor die naam? Ja. Dat je namelijk zoveel tijd en moeite gaat stoppen alleen maar voor een naam om alleen maar een belediging te doen. Ja, gaat erop weg. Laat, ik heb het nog gedaan. Serieus, dat er dat soort mensen zijn. Van echt zo van, nee, geef me aandacht. Nou, hier heb je aandacht. Waarschijnlijk was het gewoon een random persoon die gewoon dat een leuke naam vond, gewoon een account. Ik geloof er geen ene drol van. Triangle Man, daar geloof ik ook helemaal niks van. Nee, dat lijkt me een beetje heel erg op die vrachtwagenverhaal. Nee, Triangle Man, hij is niet geblokt, hij is getime-out voor 10 minuten lang. Kijk, als hij nou een naam kwam met crappy V-Best, dan had hij gebleven. Nee, dan schupte ik hem eruit. Hé, wie? Zo even mijn camera trouwens iets hoger zetten, want... Ja, we zien je buik. Kom, rust aan je poot, lichaam. Ach, kijk nou toch eens een Ditto! Een afgekeurde Mew. Ja, oké, okay. we zullen fair en square blijven. We zullen fair en square blijven. Op het moment dat er een Ditto in het spel komt, dan zal ik niet in één keer overswappen van... Oh nee, nu moet ik snel eventjes overswappen tot hij niet in Leafeon gaat veranderen.
Ik denk het niet, want dan moet je een link sturen en dat kan niet zonder moderator shit. Brian van Ed. Maar moet je dan die code op Mystery Gift doen? Want dan doe ik het nu, want ik heb mijn Mystery Gift nu openstaan. I stink so. We worden hier wel een beetje in de pan gehad. Maar waarom heb ik geen experience? Ik moet een experience check geven aan Glaceon. Ik hoor een enorme echo. Ja, ik hoor hem ook. Wie? Niet bij mij, anders hoorde ik de echo niet. Wacht even. Iedereen stil? Hi! Ik hoor nou niet. Nou is hij weg. Inderdaad. Oh, Frostwadder was gefeind. Maar had hij. Heeft hij. Ja, die draagt al de experience share. Oké, wij gaan terug naar het Pokémon Center. Triangle Man, ik ben nou bezig met. Oh my god, hij heeft nog gelijk ook. Jongens, ga naar Mystery Gift. En tik in hoofdletter MEW 2016. Je krijgt een Mew, ik kan het confirmen. Is hij level 100 toevallig? Dat weet ik niet. Maar dat, ik, oh, dit is serieus cool. Want dit volgens mij is dat namelijk van die giveaway. Mocht je dan zeg maar de gewone mystery gift zonder code gemist hebben. Dat je hem alsnog zo kan krijgen. Want ik heb al een Mew gekregen. Ik heb al een Celebi gekregen. Manaphy heb ik al gekregen. Die Z-Pokémon. Of in de anime heet die Squishy. Zygarde. Ja, Squishy. Ja, Squishy. Ja, oké. Okay. Ja, Triangle Man, ik geloof die niet omdat het Mew was en Mew is en blijft de legendarische Pokémon. Waar dat de legendarische mythe is opgegooid met de vrachtwagen. Ja. En sindsdien vond ik het gewoon klets dat er Mew codes zijn, maar het is dus toch werkelijk zo, dus sorry. Nou, misschien werkt dan de code Celebi 2016 ook op dezelfde manier. Ik zal eens kijken. Of Jirachi of zoiets. Gewoon iedere Pokémon naam. Nou, ik denk alleen maar van de legendaries die al gekomen zijn. Ik zal eens voor jou kijken. Oh nee, het is een vis! Ik heb al twee Mews via die code op Pokémon Ei en Pokémon Alpha Sapphire. Oké. Okay. Ik vind het zo vervelend dat Frostwater heeft nog geen goede aanvallen. Nou. Oh. Dat vind ik ook niet lief. Nou ja, laat maar lief, Jon. Want dat is wel lief. Eens kijken, is dat een echte code? Nee, code is incorrect. Oké. Okay. Wacht, heb ik Celebi wel goed geschreven? Ik denk het wel. C-E-L-E-B-I. Ja. Ja, dan heb je... Allemaal all caps, hè? Ja, oké. Ja, dat kan niet anders. Ja, maar Mew is de allereerste geweest, dus vandaar dat ik dacht. Misschien komt Celebi hierna. Okay. Why not? Ja, dat is de Pokémon waar ik tegen vecht. Why not? even kijken, de Pokémon die al geweest zijn, zijn Mew, Celebi... Die wens-Pokémon, Jirachi, Manaphy, ja. Squishy... Squishy. Waarom doet dat... Oh, ik moet vriendelijk blijven. Oké, waarom doet die appelsap nou counter? Ik zei heel netjes appelsap. Ja. Dat is lullig. Manaphy, dat is toch met een Griekse ei? Ja, en phone van iPhone. Heb ik nog steeds ruzie mee? Mhm. Manaphy 2016. Kijk of dat een echte code is. Nee. En Hoppa ook. Dus als je de code Hoppa 2016 in zou voeren, nu krijg je een Hoppa meer. Wat is een Hoppa? Dat is een legendarische code van de generatie Z. Trouwens. Die heet Hoppa. Ja. Doe jij Legendary Hunt in Pokémon Orat? Die heet. Hoppa! Hoepa! Hoepa! Ja, en het heeft iets met hoepels. Ja, een legendary Pokémon genaamd Hoepa! Hij is met niet hoepels. Legendary, hij is ja.
In principe, ik denk ook inderdaad, hoepel lekker op met die hoepa. Hoepa! Ah, de code has expired. Nee, hoepa kan je niet meer krijgen. Maar hoepa! Het was dus wel een code die ooit gewerkt heeft. Het was zeker een code. Oké. Okay. Hoepa. Maar hoepa is een Pokémon die heeft dan ringen om zich heen. En die kan via ringen teleporten naar andere dimensies. Dus die kan zeg maar Palkia uit de dimensie van tijd of ruimte was, geloof ik. Hoepa. Hoepa. Ja. Hoepa. Hoepa! Doe me een beetje denken aan Woeper. Hoepa! Woeper. Kinky hij. Oké, okay, nou Chatot, die kunnen we wel aan met het froswater. Hoezo ontvooit hij in wind? Oh. Froswater, alsjeblieft, probeer een beetje nuttig te zijn. Oké, okay, je bent een evolutie. En ik weet, ik heb geen evolutie nou naast me staan. Maar dat wil niet zeggen dat je je nou moet gaan misdragen. Dus even kijken. Misschien is er wel ook een legendary Pokémon die je via internet kan krijgen. Ja. In dit moment Articuno, Zapdos en Moltres bij een livestream van een of andere gast die Pokémon aan het spelen is. Oh, dat is waar ook, ja. Rhyperior! Die hebben we al eerder gezien. Die heb ik al. Maar deze Pokémon die je via 2016 code kun je alleen maar op een bepaalde maand, zoals deze maand Mew de code is. Ja, maar Mewkri, maar dan heb je ook nog Mystery Gift die je kan vragen. En op dit moment was dat... Manaphy? Ja, klopt. Die kan je via internet halen. Moet je gewoon zeggen receive gift, via internet. Ja, receive, ja, dat is waar, ja. Klopt. Ah, vroeger tot legendaries nog een mythe waren en dat we daar de grootste roddelverhaaltjes over hadden. En tegenwoordig dat je ze gewoon krijgt. Ja. Legendaries, dat je daar zoveel pokeballs naartoe moest gaan gooien omdat het gewoon een moeite was om ze te gaan... vangen en je krijgt ze nou gewoon. Een echo. Echo. Robin. Ja? Je hebt een echo. Oh. Sorry. En dat is ook... Dat hebben we ook heel vaak op de YouTube video dat ik daar inderdaad hoor. Make it stop! Dan heb ik mijn geluid uitstaan. Ik kan ook dit doen. Ik pak mijn oortjes en ik doe mijn oortjes in. Niet zeggen, doen! Ik weet het, ik ben heel brutaal vandaag, jongens. Heb je daar problemen mee? Heb je pech? Nou nee hoor, dan mag je altijd me aanklagen. Ik heb een hele goede advocaat die haalt mij uit de gekste situaties. En sowieso, je klachten plaats maar op www.ikhebeenklacht en er gaat vast niemand hierop reageren.nl. Wij zijn niet aansprakelijk als deze website niet bestaat. Oh, en als je denkt dat wij wel aansprakelijk zijn, dan kun je altijd nog een mailtje sturen naar... Waarom denken wij dat wij, dat hun, hij, zij, het aansprakelijk zijn voor .com.das. Wij zijn nogmaals niet aansprakelijk voor als deze website niet bestaat. 1 HP! Ding. Oh mijn hemel, Froswater, wat ben jij geniaal! Als het goed is, heb ik nu geen echo meer. Mag er dadelijk nog een code, hè? Kindjes die vragen, word je overgeslagen? Hij wil zo graag een code, Gerrit. Nou, geef die jongen dan een code. Nee, niet als hij gaat vragen! Als het goed is, heb ik nou geen echo meer. Echo! Nee, grapje. Ik ben gemeen. Daar is die al. Ik denk dat wij een heel groot probleem gaan krijgen met deze gymleader, want we hebben echt... We zijn een beetje underleveled. Beetje veel. En we hebben geen flauw idee welke Pokémon dat we allemaal tegen kunnen komen, Legendary! Which one? Manaphy. Ah.
Ik vind het wel grappig hoe dat Leafeon ook echt zo uit de Pokémon komt en echt zo'n lachbeweging maakt. Zo van, hihi. Nou ja, het is eigenlijk een mannelijke Leafeon, dus het is eigenlijk meer van, haha. Haha. Hey, mijn systeem crashte, anders had ik die code. We gooien nog veel meer codes door de dingen heen, maar je moet niet blijven zeuren. Hey, you must be Robin. I have got a mystery gift here, with your name on it. Here you are. You received Articuno. Nou, oké. Hey, you must be Robin. Here you have a mystery gift. Here is Mew. Hey, you're watching a stream. Here, have a legendary bird Pokémon. Mew is trouwens level 1, ja. Ja, maar ja, ik bedoel, randomizer of niet, legendaries zijn tegenwoordig te makkelijk om aan te komen. En heeft de ability synchronize. Nou, dat is niet echt spectaculair. Fast is poison, paralyze or burn. Ik bedoel, dat is namelijk de standaard... Oh my god. Mew is level 100. Ja. De enigste aanval is Pound. Taunt? Pound. Pound! Dus, dit heb je een legendarisch Pokémon op level 100 en wat... Wil je weten welke aanval dat ik kan? Hij kan Taunt! Taunt, zeg je, jongens! Nou, Pound. Met een P. Ja, Pound. Ja. Wat zeg ik? Dat is de enigste aanval. Hij is level 100. En hij kan geen aanvallen meer leren via levels. Oh, wacht, deze moest ik zo. En dan draaien. Ik zei, en dan... Wat een waardeloos is. Eens kijken wat Articuno heeft. Articuno met de ability Snowcloak. Boost evasion in a hailstorm. Met de aanvallen Freeze Dry, Ice Beam, Hail en Reflect. Oh boy. Hallo Claire. Dat moment dat er meer legendaries zijn dan evoluties, dat vind ik al gewoon schokbarend. Oké, jongens, we gaan gewoon klaar doen. Dit gaat waarschijnlijk niet goed komen. You're going to get taken. Nou, gelukkig heeft ze niet de meest irritante Pokémon ooit. Feebas. En nee, maar ze heeft gelukkig niet die Kingdra die ze normaal heeft. Oh, die is dodelijk. Ja, daarom. Maar we zullen zien welke Pokémon dat ze heeft. Ik maak me zorgen. Nou hoor ik een brom bij jou, Robin. Oh, dat kan. Een hele irritante brom. Bzzz. Dan heb ik geen idee wat met mijn laptop aan de hand is, maar ja. Dan is het maar zo. Met een brom! Oké, in ieder geval, eerste Pokémon, Manectric. Level 38 met aanvallen, Thunderfang. Elektrisch iets. En schokkend-achtig nog meer. Ik denk dat het beste is om eventjes een Razorleaf erin te gaan gooien. In verband. Oh, sorry, een Mistblad. Maar dadelijk heeft ze een Umbreon. Fairytale, wil je niet schelden in de chat, alsjeblieft? Oké, dus je hebt Thunderfang en je hebt gewoon Bite. Zorg ervoor dat je je snackballs klaar hebt. Was die timeout echt nodig? Ja. Ja. Sorry. Ik ben chagrijnig, ik had gewaarschuwd. Maar ja, ik was degene die timeout gaf. Robin, schaam je, goed gedaan. Maar... Screw you. Oké, nou, Manectric is neer. We hebben echt 4 Pokémon waar we tegen moeten vechten. Dit kan gevaarlijk worden. Dag, Manectric. Dag. Doei. Roserade. Alweer, die komen best wel vaak tegen, Roserade. Ja. Ja. Frostwater kan op zich daar wel handig tegen zijn, maar... durf ik... Ja, we gaan het gewoon 1 keer doen. Voor de experience. Ik weet zeker, Frostwater kan wel 1 aanval overleven. Toch? Hangt toch? In ieder geval, het is Roserade, level 38 waarschijnlijk met de aanvallen, waarschijnlijk. Ik denk dat hij ook Mythical Leaf heeft. Ja, Magical Leaf, daar hebben we hem al.
Misschien mesblad. Kom op, overleven, overleven. Oké, okay, goed zo. Waarschijnlijk ook mesblad. Psychic Ape. Ik weet niet, volgens mij was het toch gewoon puur grastype. Of graspoison. Ja, gras. Zie je. Maar die kan ik ook goed totaal fout hebben. Ik zou het totaal niet weten. Daarom is een Pokédex in-game handig. Oké, okay, het kent ook Mega Drain. Ik weet wel, het is een generatie vier Pokémon. Ik weet dat het niet goed tegen vlammetjes kan. Het enige nadeel is... We hebben nog steeds geen Fire Fang, omdat dat duurt echt ontiegelijk lang in generatie 4 met evoluties. Ik ben zo blij dat ze gebufft zijn sinds generatie 5 of 6. Het is trouwens een Frost Poison type. Wordt er gezegd in de chat. Ja, maar de chat is ook mijn Pokédex. Precies. Die hebben dat binnen van 5 seconden opgezocht. Ja, inderdaad. Ja, dat dacht ik ook al. Ik bedoel, dat was wel te zien. Oké, doet Strength nou meer? Ja, Strength doet veel meer, want ja... Flareon is en blijft een fysieke aanvaller. Wat nog steeds eigenlijk niet slaat op de moveset. En Frostwater wil Bite leren. Het is niet echt een aanval die jij hoort te leren, maar het is nog altijd beter dan Tackle. Dat is waar. Oké, derde Pokémon. De Jetpack. Dat is de Pokédex, de Pokéchat. Pokéchatdex. Lapras. Dat komt wel een beetje gevaarlijk dicht in de buurt met die Kingdra eigenlijk. Yeah. Liefjon. Had ik mijn Jolteon dan maar. Al moet ik wel zeggen dat die animatie van Leafeon in Omega Ruby... Ik haal echt de hele tijd games door elkaar, jongens. Van Heart Gold en Soul Silver dat die eigenlijk best wel cute is. Echt zo dat pootje zo omhoog zo van... Maar Lapras is zeker een gevaarlijke Pokémon. Ja, want die kent ook... Volgens mij was dat water-ijs-type. Ja. Ja. Dus dan gebruik je gewoon je mesblad. Critical hit ook nog eens een keer. Oh, Ice Beam! Dit kan dodelijk zijn voor Leafeon. Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Wat nu? Het is een ijswatertype, dus... Firepower? Het kan. Heb jij nog een Quick Attack? De Quick Attack moet... Nee, niet die Hyper Potion crap! Oh, hoi. Lullig. Zeker. Rust in Pepperoni. Ach, Parasong. Die ziet er heel creepy uit hier. Oké, dan gaan we gewoon Strength gebruiken. En de Pokémon wil faint in 3 turns, dus... Hoeveel doet Strength? Ah, Strength doet bijna niks! Oké, zo stil. Hé, wat? Is je broertje altijd zo stil? Ja. Welk? Oh, ik. Nee, ik zit gewoon te tekenen tussendoor. Dus, ja, hij is een artiest. Ja, ik zit in mijn tussentijd lekker Omega Ruby te spelen. Ik ook! Oh nee, wacht, ik speel op dit moment Soul Silver. Weet je wat? Ik weet wat ik ga doen. Heb ik een revive? Ik heb een max revive. Lief joh! Ik gebruik hem gewoon, screw it! Rust in potions. Oké, okay, Firepower die heeft nog maar 9 HP. Parish count staat nou op 1 als ik me niet vergis. Dus ik ga... Waarschijnlijk gaat hij weer Brian gebruiken. Daar gok ik op. Als hij nou Ice Beam gaat gebruiken, dan is het gewoon een cheater. Oh, hij wisselt ook. Naar Slaking. Nee, dat is oneerlijk, want in de Pokémon anime mogen de gym leaders niet wisselen. Ach, het maakt niet uit. Want ik ben namelijk gewisseld naar... Ik ben blij met die Swagger, maar eigenlijk ook weer niet.
Slaking is trouwens heel OP, hè? Weet je dat? Ja. En die Swagger die heeft mijn aanval omhoog gegooid. Slaking is loping around! Ja, die valt om de twee aanvallen aan. Ja, dat weet ik. Oh, en ook nog eens een amnesia. Oh, dit wordt heel dodelijk. Lief jong, kom op. Stop met jezelf te raken. Goed zo. Oké. A critical, nice. En hij heeft zijn vinger in zijn neus. Pas op, zeep. Slaking heeft een attack stat boven legendary. I know! Maar vergeet niet, Livion is heel erg defensive. He just got his swagger back. Slaking is loving around. Oké, okay, we zijn niet meer geswaggerd. En als wij nou die lepers ook outspeeden, dan zitten we goed. Ah, nee, geen counter. Ah, pijnlijk! En? Heeft hij het overleefd? Nee, counter. Oh. Hi. Dat doet dubbel de schade die ik hem net heb gedaan. Oei, en dan ook nog eens een keer met zijn attack stats. Oh. Dat is gewoon dodelijk. Die is lullig. Quick attack! Oké, Slaking is neer. Firepower, als het goed is was jij sneller dan Lepros. Tenminste, dat hoop ik, anders hebben we een probleem. Jongens, we gaan dit winnen. One Pokémon left, this is where the real battle begins. Nee, niks, jij speelt vals! Jij bent sneller, oh boy. We hebben een probleem, jongens. Houston, we have a problem. Game over, man, game over! Aquarium? Oké, okay, Ice Beam en Brian zullen niet veel doen. Ik ga Sand Attack spammen. Wauw. Ja, joh. Ga je nou doen? Ik heb geen revives, is het punt! Iedereen lijkt moeite te hebben met Slaking, maar ik sla hem eigenlijk altijd zonder moeite. Ik heb altijd wel moeite. Dan moet je je levels in de gaten houden, serieus. Kijk naar de level difference waar we op dit moment mee zitten. Geen koekje voor jou. Ik wil wel een koekje. Oh, kom op. Hoeveel Sand Attacks heeft de Lepros nodig om gewoon een keer te missen? Veel. Dat is dom wat je nou doet. Nou graaf je eigen graf. Het gebruikt Parish Song. Het is haar laatste Pokémon. Nou ja, mooi toch? Ja, dan ga ik gewoon swappen naar Frostwater. Is duidelijk. Gewoon misbruik te maken. Ah, en dan doet het Brian natuurlijk en die mist weer niet. Ah, arme Frostwater. Oké, we hebben nog maar één Pokémon, die moet het gewoon overleven. Anders is het game over. Barrel Roll en op Jaxel zijn namelijk HM Slaves, die mogen we niet gebruiken. Dat was de regel. Ja. En het heeft één potion gebruikt. Wij hebben één potion gebruikt. Of eigenlijk revive. Dus ik mag ook geen potions meer gebruiken. Je hebt al Parishon gedaan. Ik zeg niet dat dit herreset. Oh, dat hield jou ook nog eens. Je hebt water. Oh nee, mooi. Parish is een zero. Ik was vergeten, Lepros heeft absorbing hupplepup. Water absorb. Ja. Ga je ooit eens met kijkers streamen? Zonder kijkers kun je niet streamen. Vind ik een beetje een rare vraag. I lost? Ja. I don't believe it, there must be a mistake. Nee, je hebt verloren. Je bent maf. Je bent raar. Je bent gewoon heel raar. Wie gebruikt er dan Parish Song met de laatste Pokémon? I won't concede this. I might have lost, but you're still not ready for the Pokémon League. Nah, ben ik het mee eens. I know, you should take the Dragon Master Challenge. Je weet dat jij geen één Dragon Pokémon had, toch? Behind this gym is called the Dragon's Den. It's a small shrine, it's its heart. Go there! If you can prove that you lost your lazy ideals, I will admit you are a trainer worthy of a gym badge. Geef me gewoon de gym badge. Snol, ik heb superjaar.
Zeg, misschien dat je dadelijk naar deze gym een evolutie of Eevee krijgt. Want er zou zo'n test zijn en als je die goed doet, zou je een gift Trantini krijgen. Maar die Trantini is natuurlijk gerandomized. Klopt. Misschien is dat wel een Eevee. Misschien is de Magic Bar. Ja, dan zou het volgens Mime de beste gift ooit zijn. Ja. Nou, dat weet ik. Nee, maar ik bedoel dat kijkers samen met jou, Robin en Erik en zo in de Skype call zitten en samen een spel spelen. Dat kunnen we doen. Zoals? Welk spel dan? Keep Talking and Nobody Explodes. Ja, maar dat is lastig, want we mogen de bom niet zien. Oh ja, dat is waar ook. Ja. Yeah. Ik heb ook wel weer een keertje zin om Left 4 Dead voor de grap te doen. Dat is ook zo'n leuk spel. Dat is ook wel leuk, ja. Ik heb daar heel vaak met Jason samen gespeeld. Nee, Left 4 Dead, leuk. En dan echt zo lekker gewoon de headset op, hard geluid, spannend, een beetje de difficulty lekker hoog zetten, dat je echt goed moet survivalen. Ik speel de laatste tijd heel veel, Walking Dead. Haha, random card of war. Thanks for scratching the microphone. Oh. Graag gedaan. Sorry headphone users. Viel wel mee hoor. Ja hoor. Denk ik. Ik weet niet, bij de Blue Yeti valt er inderdaad altijd eigenlijk wel mee dus. If Claire now zit in the grandfather or master also. You may enter. Nou dankjewel ouwe Farfetch. Ik ga je vissen. Snoopy op het moment The Walking Dead 2. Nee, maar het lijkt me wel een keer leuk om met jullie dan inderdaad een keer misschien Left 4 Dead te doen ofzo. Ja, maar ik heb geen Left 4 Dead. Heb jij die niet? Nee. Oh. Ik heb hem ook niet. Oh. Hij kost nou maar iets van een tientje of 20 euro ofzo. Nee, dat is mijn probleem. Dat is mijn probleem, ik heb geen geld. Ik kan wel kijken als je misschien in de Steam sale komt. Volgens mij zou elk moment de Summer sale kunnen komen. Ja. Ik raad dan wel aan dat jullie 2 nemen, omdat 2 heeft zowel de maps van 1 en als een 2. I will see. Tenminste, daar raad ik wel aan. Oké. Okay. We hebben Left 5 Dead. Ik neem wel eerder dat een typo is. Oké, nou, eens kijken of we hier dan met die... Wacht, moet je daar niet ruimte trouwens hebben voor in je Pokémon slot voor die gratis Pokémon? Ja. Dan gaat eventjes de Barrel Wall, die gaat dan heel eventjes terug de PC in. Zou ik niet doen, want je moet dadelijk, Whirlpool gebruiken. Oh ja, maar dat kan op Jaxol eventjes terug dan. Oh, het was geen typo. Het was werkelijk Left 5 Dead. Maar er bestaat geen Left 5 Dead. Doepie 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 doepie. Ik kan niet spreken. Nee, dat heb ik net al gedaan. Ga weg met je wil je Pokémon healen. Ik wil alleen maar eventjes één Pokémon uit mijn team halen. Ja, maar ik neem nou alles heel serieus. In één keer spontaan. Ik weet ook niet waarom. Hi. Hi. Waarom neem je alles zo serieus? Ik weet niet! Dat ik mijn advocaat niet bij me heb? Wat? Hij is chagrijnig. Oh ja, ik ben chagrijnig. Ik was bijna vergeten dat ik chagrijnig was. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou ben ik het weer. Wees trots op jezelf. Handig gedaan. Weet ik. Jason, draai ook even gelijk eventjes naar Robin, van... Ja, Robin. Ja? Is niet slim, hè? Jawel. Alles is voor Robin. Wegens privé shizzle. Daar gaan we niet over beginnen. Nou, ik kan wel gewoon een antwoord geven door te zeggen van privé-shizzle. En als ze dan gaan vragen van, wat is die privé-shizzle? Dan zeg ik van, ga je niks aan! Dus, ja. Bam! Nee. Kom nou, zo gooi ik gooi nooit met de banhamer.
Nee, dat is waar. Nou ja. Nee. Jawel. Nee. Dat was wel een keer. Ja, maar dat zijn van die mensen die zou iedereen bannen. Dat is waar. Dat was toen met die gast die hele tijd namen maakte van ik hou van... Waarom geven we er zoveel aandacht aan? Sst. Ik zeg... Sst. Sst. Die praat er nog steeds over. Sst. Nee. Sst. Jason, doe iets gewelddadigs. Schwazam. Swimmel. Jason, use thunder. Shit, I'm dead. Hij is mijn storm, Chase Buddy, hij kan het. Nee, hij moet eerst Raindance gebruiken. Dat hoeft hij helemaal niet. Want onweer is namelijk het meest effectieve in real life voordat het regent. Trouwens ook het gevaarlijkste, dus kijk er wel mee uit. Krappiekarp, man, dit spel houdt van ballen. Ballen houden ook van jou, volgens mij. Oké. Ben je mensen die met... Oh, mijn knikker! Oh ja! Ik haat die mensen. Die mensen die moeten gewoon gegooid worden in een hele grote kuil vol met V-basses. Ja. Poeh. Dat gaat een beetje heel ver, hoor. Hoezo? Ik ga toch niet met knikkers schelden? Nou, eigenlijk is dat best wel fijn, want dan heb je gewoon heel veel eten. Nou ja, ik vind ze niet echt smakelijk uitzien. Nee, maar je hebt eten. Ja, dat wel. En als het nou Magikarp was, deze dan was discussies het moeilijk. Deze discussie is er over. Yep. Ja. Het is dat Leroy er niet bij is. Ja, want voor je het weer krijg je een aspirin. Al kom je met Magikarp heel makkelijk de kuil uit. Je gaat bovenop de Magikarp zitten. En je hoopt dat er eentje een splash doet. Hoog genoeg dat je uit het gat terechtkomt. Dat is waar. Oh, wacht even trouwens. In dit water moeten we eerst weer even surfen. Of vissen. Het enige nadeel is, als een van die Magikarps dan te hoog springt. Berghoofden bijvoorbeeld. Is de landing misschien niet zo fijn. Nee. Oké, Steven, ik wou alleen maar jouw mening erover. Ja, maar dat is ook gewoon mijn mening. Het is gewoon mijn mening over dat topic. Van, ja, die mensen die ermee... Het is mij zelfs opgevallen tot in Amerika. Daar wordt het nou ook tegenwoordig in één keer als scheldwoord gebruikt. Want ik zo trots was tot het juist geen scheldwoord daar was. Ja. Wil je kijkers wegjagen uit de stream of zo? All caps, Triangle Man? En hoezo? Kijk, wat aanhoren? Keer... Geen vierbest eten? Nou... Oh, die kan niet tegen de praat dat vierbest gegeten wordt. Het is gewoon Leroy 2.0. Nou, eigenlijk zijn er heel veel Pokémon die... ik bedoel, in de Pokémon Universe is het eigenlijk al bekend dat daar ook roofdieren en... Ja... Tenminste, dat staat al genoeg in de Pokédex beschreven. Als we de Pokédex serieus zouden nemen. Stoutland Water Pokémon variant! Vierbest kan ook splash en hij kan het beter. Nee, dat denk ik dus niet. Ik zou zeggen kopie splash. Eigenlijk vind ik nou dat ik wel die Pokémon moet vangen. Kan ik weer een code weggeven? Arceus, serieus? Rot nou toch eens in een keer op, man! Ik ga je niet vangen! Moustache. Hier, heb ik Quickball. Als hij hierin blijft, zit echt serieus. Vragen mag je altijd stellen, Snoopy. Dat is nooit het probleem. Damian, vind je het irritant als ik de hele tijd vragen stel? Want ik wil wel stoppen met de hele tijd vragen stellen. Omdat ik de hele tijd vragen stel, omdat ik de hele tijd vragen aan het stellen ben. En de hele tijd vragen stellen, dat is irritant als ik de hele tijd vragen blijf stellen. Hoe vaak heb ik de hele tijd al gezegd? Ah! Ik vind het absoluut niet erg, daar zijn streams juist voor. Ja. Een soort van mini Q&A erin. Arceus die stalkt me al vanaf aflevering 1. Dus de god ook om. Volgens mij was dat ook de eerste legendary die we tegenkwamen. Weet niet. Waarschijnlijk was het de eerste legendary Palkia.
Mag ik ook van Phoebus houden, Mumee? Waarom vraag je dan je mening aan Mumee? Vraag het eerder aan Leroy. Mumee die zou automatisch al zeggen, nein! Nou, je mag ook van Phoebus houden. Maar alleen als je wel meer houdt van een Magikarp. Waar ongelooflijk Triangle Man, want hij heeft gewoon onthouden wat onze eerste Legendary was die we tegen zijn gekomen. Wauw. Daar sta ik van te kijken. Nou, ik denk dat ik nog gewoon een Legendary gewoon willekeurig in de chat ga gooien. Oeh. En de Legendary wordt... Die eerste uitpakken. Hè? Ja, nou, ik ga eerst even kijken welke Legendary dat we hebben. Ik weet het nu al tegenwoordig. Oeh. Even kijken, als dat die is en dat is die. Ah, ik weet al welke deze is. Ik heb de code gekraakt! Hacker! Nou, ik doe hem wel even invoeren, jongens. Ja, sorry YouTube, knipt dit er niet uit. Daar heb ik geen zin in. Even kijken. Nee, niet 4, 5, 4, 6 moet ik hebben. Oh. Die. Die. Het is wel jammer, nou zit er geen Japan grap in. Hé. Oh. Wat zie je dat? Welk land staat er nu in? China. Fixkaiu iets. Kijk maar zelf. Oh, dat land. Hallo, de video laat niet en ik heb geen geluid. Dan moet je geluid aanzetten. Of de pagina reloaden, dat helpt misschien ook. Of waarschijnlijk hoort hij ons niet wat we zeggen. Hello, I'm French viewers. But I'm not a troll. Welcome there. Lemmik Tautsul. Welcome to the live stream. It's actually Dutch, so I'm going to speak Dutch. I'm sorry, but welcome anyways. Kan iemand even in de chat... Oh, dank je. Waarom wil iedereen mij de hele tijd confusen? Dat kan. Even kijken, dit was de code die ik nou had gegeven, hè? Ja. Kijken of die geclaimd wordt. En ik weet welke Pokémon dat is. Trouwens, grappig feitje, hè. Stel je hebt al een code van Articuno, Zapdos of Moltres. Dan kan je geen tweede code van Articuno, Zapdos of Moltres invoeren. Kan dat niet? Nee, want ik heb het zojuist geprobeerd. Oh. Ik weet niet wie hem heeft. Ik weet wat het is. Ik heb hem in ieder geval niet. Want er staat in, you cannot enter that code. Dus dat is dan een subtiele hint van, je mag de code niet gebruiken. Dus misschien kan jij hem krijgen, Triangle Man. Nou, volgens mij niet, want die code die hij... Oh nee, dat is een... de code die hij had, dat was een Articuno die hij had. Ja. En misschien heeft hij al een Zapdos of een Moltres gevangen eerder in de livestream. Het klinkt inderdaad als een slimme beveiliging voor mensen die dan... Ik weet niet hoeveel codes om een of andere reden krijgen om... ik heb het te veel, maar... ik heb ze niet om ze allemaal op mijn Pokémon in te zetten, jongens. Ik heb ze echt gekregen om een als giveaway. Don't judge me! Nee, maar dat hebben ze wel slim gedaan. Oké, sorry, ik zal er even een Pokémon-punt van maken. Don't sludge me! Nou, Mr. For You, je kan hem nog steeds krijgen, hoor. Want ik heb hem nog niet. Triangle Man heeft hem niet. Jij kan hem nog steeds hebben. Oh, hij is te laat, zegt hij. Iemand heeft hem dan al. Wie hem heeft, zet het in de chat. Zet ook gelijk welke Pokémon het is. Wel zo leuk. Ja. Zo, of iemand is gewoon Stefan weet het al.
Of iemand is gewoon heel erg in de cover. Bruce Rutten zegt nog steeds dat de pagina niet laat. Dus... Ja, dat is dan aan zijn kant helaas. Daar kunnen wij weinig aan doen. Ja. Hij kan hem niet krijgen, zegt hij. Iemand heeft hem al. Gebeurt helaas best wel vaak met streams. Nou, ik denk dat degene die hem heeft heel erg anoniem erover is dan. Denk het ook. Nou ja, die iemand die anoniem wil blijven, die daar heeft alle respect voor. In ieder geval, het was Moltres. Dit was 100% een Moltres. Ach, die had ik dan toch niet horen. Het is altijd de beste van je vrienden, maar dan mag je... Want vuur type Pokémon is gewoon B. Dat is gewoon de beste Pokémon. Magikarp? Nee. Legendary Pokémon sowieso, ik zal ze nooit gebruiken. Maar al mijn vuurtype Pokémon, ja. Tuurlijk, nou komen we een Bulbasaur tegen in het water. Jongens, we gaan hem vangen, YOLO IT, hier komt de code voor. Een Bulbasaur. Yep. Gewoon mijn Pokéballs, YOLO IT. Ik ben even afwassen, tot zo. Nou, succes met afwassen. Ik heb een hekel aan afwassen, ik doe het niet. Mijn afwasrecht die staat hier al, ik weet niet. 3-4 dagen nou. Geen zin in. Valt nog wel mee. Ik heb echt een hele toepasselijke kraam al. Eerste Pokémon en we vangen hem. Mooi. En ik doe mee voor de lol. Want... Ja, klopt. Oké, nou in ieder geval glitches opgelost. Want ik wou heel eventjes naar het Pokémon Center, omdat we namelijk eventjes Flareon nog even moeten healen. Healen. Mew. Ah, nee, wacht even, dat is Miltank. Nee. Nee. Corp. Nee. Ah. Ik weet niet, maar ik haat Miltanks. Dat is ook weer zo'n grap die begonnen is met die Pokémon Crystal. Ik weet niet welke Pokémon dat gehaat gaat worden vanaf de derde generatie daar in Omega Ruby en Alpha Sapphire. Plus, maak je geen zorgen, ik zal niet gelijk beginnen met een Eevee, bla bla bla. Waarschijnlijk dat er één Eevee in komt. Via trading. Eentje. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen. Ik bedoel, dat balkje, dat zit nog niet vol, dus ik heb nog... Meer dan genoeg tijd om erover na te denken. Zeker. Eevee clone wannabe, Tyrone. Serieus? Het is niet echt een Eevee clone. Ja, oké, hij kan in 3 verschillende Pokémon evolueren, vooruit. Maar dat is niks vergeleken met Eevee. Nee. Die kan me überhaupt nou in 7 of zo. 8. 8. Bij mijn kop er niet af. Misschien 2 Eevees. Ja, ik weet het. Je hebt heel veel cadeautjes. Want Mari heeft ik weet niet hoeveel geld voor mij uitgegeven. Maar ik wil even wat revives kopen en zo. Plus, ik zie dat ik wel sowieso de einde van deze video moet aankondigen. Dus wil je dan ook een leuke code winnen? Laat een leuke reactie achter wat jouw favoriete moment was in deze aflevering. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt, laat lekker achter als je daar natuurlijk de tijd voor had. En ik hoop jullie allemaal te zien bij mijn volgende video. Ja, sorry dat het schema een beetje overhoop ligt, maar... We zijn reinig. Deal with it. En zet bij die reactie, als je een code wilt winnen, wel hashtag XIOras bij. Ja, dan laat je zien dat je inderdaad deelneemt met zo'n reactie. Dankjewel, helemaal vergeten. Het is mijn favoriete momentje van deze aflevering. Ja, dat zei ik al, Robin. Je valt in... Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Je valt in de herhaling. Niet vergeten te liken en te delen natuurlijk. Nee, dus... niet te delen. Nee, joh. Niet delen. Ja. Vergeet ook niet. Dan krijgen ze overal mijn rotkop in beeld, dat wil ik niet hoor. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Als je dat wil. Jongens, waar is dit? Helemaal. Jullie vragen wel heel erg veel aan de kijkers. Ik bedoel, Mimmy had gelijk inderdaad over die ORAS erbij te zetten en de X en de Y. Maar een video te delen en abonneren, dat moeten ze allemaal zelf weten als ze dat willen.
Wil je de hij wil helemaal niet dat soort dingen opeisen. Als dat niet vanzelf komt, dan ja. Precies. Dan moeten ze zelf willen van... deze Let's Player vind ik eigenlijk best wel een grappige Let's Player. Daar wil ik meer van zien. Kijk, dan inderdaad heb je dat knopje. Maar hebben ze zoiets van, ja, leuke video. Leuk. Abonneren. Je hebt geen rotkop. Hallo, daar ben ik weer. Juist. Jongens, ik moet nog afsluiten. De video is nog niet afgelopen. De volgende aflevering gaan we kijken wat de gratis Dratini gaat worden. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!